gat open. En nu werd door wethouder Stadig het laatste gat van de Nieuwmarktbuurt qua woningbouw geopend. Dijkstraat, Keizerstraat. Hier in de buurt een nieuw gebouw in een buurt die door de bouw van de metro in het verleden in ieder geval een heel ander aanzien heeft gekregen. Maar langzamerhand wordt het rond de Nieuwmarkt weer gezellig en we gaan praten met de architecten van het gebouw en kijken wat wethouder Stadig en een aantal andere sprekers te melden hadden bij de opening gisteren van dit pand. Met, zoals u ziet, deze karakteristieke gevel en die heeft iets te maken met een meersgezinshuis wat daar een plek heeft gevonden. De manier waarop in deze buurt gebouwd is, heeft natuurlijk overwegingen van historische waarde. De architect heeft geprobeerd het in te passen. En het is, voor zover we kunnen zien, een heel leuk gebouw geworden waar hopelijk ook mensen uit de Nieuwmarktbuurt weer terug kunnen in hun oude omgeving. Er is qua inrichting natuurlijk wel gebruik gemaakt van veel modernere dingen. En dit is duidelijk geen klassieke pui. Er is ruimte voor de kinderen. Er is ruimte om te spelen. En bij de opening was het duidelijk, kwamen die kinderen ook even kijken hoe het allemaal gaat. Er is een op zich heel aardige inpassing dus in het oude buurtje. Het oude buurtje waarvan nog een aantal huizen overeind staan. De opening vond plaats, zoals gezegd, door wethouder Stadig. En we gaan nu praten met de architecten. Je hebt gekozen aan de voorkant voor nogal donkere kleuren en daarachter is het wat lichter, vooral die donkere voorkant. Is daar een reden voor? Nou, wat ik heb gedaan is, ik heb geprobeerd om qua kleur en materiaalgebruik heel erg aan te sluiten op wat hier in de buurt is. En een grote inspiratiebron is geweest, bijvoorbeeld de Waag. En daar zie je eigenlijk ook baksteen in verschillende aardkleuren voorkomen. En die lode beplating op de daken, lood mag tegenwoordig niet meer, dus dat is bij mij zink geworden. En kozijnen in traditionele kleuren en houten kozijnen, dat is voor mij een uitgangspunt geweest om niet de historie hier te ontkennen. En tegelijkertijd maak ik iets wat totaal anders is dan wat je hier ziet. En deze bebouwing heeft enorm veel te maken gehad met inspraak, met politiek, allerlei randvoorwaarden. En dat is een heel lang verhaal waarom het project zo geworden is als het geworden is. Maar qua kleur en materiaalgebruik wilde ik enerzijds aansluiten. En anderzijds is het plan eigenlijk een heel eigenzinnig incident als herinnering aan de Amsterdamse stadsvernieuwing. En heeft heel erg te maken met het programma wat hierin is opgenomen. Dus het materiaal dat ik daarboven zie, dat is zink. Ja. Het valt op een of andere manier een beetje uit de toon. Wat is daar precies de verklaring voor? Voor die constructie bedoel ik? Hoe bedoelt u dat het uit de toon valt? Nou ja, dat is allemaal vrij egaal. Baksteen en dat zink, dat ziet er gewoon heel anders uit. Geeft een heel ander accent. Wat is de verklaring daarvoor? Nou, dat zink is is eigenlijk een groot oog. En daarachter zit precies een woongroep. Er zitten een paar woongroepen in dat gebouw. En precies daarachter bevindt zich één grote woongroep. Bos is een architect geweest die zich heel lang met de Nieuwmarkt heeft bezig gehouden. Aldo van Eyck overigens ook. En zij hebben ervoor gezorgd dat deze rooilijnen hersteld zouden worden. En dat heb ik toch ook willen doen. Dus daar heb ik heel goed naar gekeken. En ik heb dus een heleboel wensen van omwonenden gehonoreerd. En tegelijkertijd heb ik ook stedenbouw gemaakt. Deze straatwand hersteld. En die twee dingen zijn eigenlijk gelijktijdig gebeurd. We besparen u het vreselijke geknetter en eindigen hiermee de uitzending van Mystère. Morgen zijn we er weer. Het politiebureau dat gezien kan worden als een echte